Hallo, mijn naam is Peter Hoefnagels. Wat jij meemaakt op school zie je elke woensdag bij mij terug in de klas. Hoe is het gegaan, meiden? Ja, goed. Mooi zo. Volgende week, hè? Presentatie. Let op. Dag, Madelief. Doei. Dag. Goed zo, jongens. Hey. Wat is er? Ik ga pauze houden. Ik weet niet, jullie zitten... Wat is er? We hebben een beetje gedoe in het groepje met... Madelief. Ja. Want ik heb niks gemerkt. Nee, want ze doet ook niks. Ze doet ook niks. Nee. Ze reageert gewoon niet op ons. Nee. Ja. Ze negeert ons gewoon. En als je dan wat aan het vraagt, dan wordt ze gelijk boos. En dan gaat ze gelijk, ja, zoek het zelf maar uit. Bel zelf maar voor verslavingszorg. Ja. Iedereen heeft een gelijke taak. En iedereen zou met één persoon praten die kent die misschien verslaafd is aan weet ik veel wat. Nou, zij zou met haar moeder gaan praten. Ze zou ook nog naar verslavingszorg bellen. Ze doet niks. Ze doet niks, ze doet echt niks. Het is toch oneerlijk, we hebben alle drie al een verslag geschreven en zij heeft nog helemaal niks geschreven. We hebben ons deel hebben wij gewoon af. Het enige wat we nog hoeven te doen is bij elkaar voegen en wat zij moet maken. Ja, maar kijk. Zij heeft het niet af. Nee. Ja. Ze doet echt niks. Het enige wat ze doet is de hele dag dat ze op de telefoontje zit. En als je dan vraagt, joh, wil je even dit opschrijven of zou je even het nummer willen schrijven? Nee. Ze zegt, doe het zelf maar. Ja. Maar wacht even, jullie hebben samen dat groepje. Ja? Jullie moeten het samen oplossen. Ja, maar er valt niks meer daar op te lossen. Want als je het dan naar vraagt, dan negeert ze, loopt ze gewoon weg. Zegt ze, ja, ik heb nu pauze. Ik ga nu even mijn eigen dingen doen. En terwijl ik alleen aan de vraag van, joh, wanneer ga je met je moeder praten? Ja. En dan loopt ze weg. Ja, maar het is niet sociaal. Het is niet normaal hoe zij tegen ons doet. Want als jij, net zoals wat u zegt, we zijn een groepje. We hebben er samen voor gekozen. Maar hoe kunnen wij met haar werken als zij niet met ons wil werken? Nee. Oké, maar het is wel jullie taak om dit met z'n vieren op te lossen. Want volgende maar dat week gaat is dus niet, want ze reageert nergens op. Daarom komen we nu naar u. Nee, dus via WhatsApp is ze uit de WhatsApp-groep is ze gegaan. Ze heeft mij in ieder geval van Facebook afgegooid. Ik weet echt? Ja. Het slaat echt nergens op. Ze wil gewoon niet. Ze doet gewoon niks. Wat is mijn lief? Wat doe je? Mijn lief, misschien handig dat je er even bij komt nu. Ja, ik heb nu pauze, dus ik ga gewoon pauze genieten. Dit is wel zo. Ja, maar Oeria, ik snap trouwens. Waarom? Wat doe jij hier? Ik snap niet. Jij zit bij dat groep. Jij zit bij Iris en Sigrid. Dus ik snap niet wat jij hier doet trouwens. Ja, nee, maar het leek ons wel handig. En Iris en zo vond het ook geen probleem dat ik bij hun ging. Ja. Nee, zo gaan we het niet oplossen. Het spijt me zeer. Wij moeten toch een oplossing zoeken als groepje. We zijn al 3 weken bezig, toch, met het werkstuk. Ik ga niet lopen, halverwege, volgende week, hè, moet je het inleveren. Dus Oeria, dag. Mooi. Goed. Mogen wij anders met z'n drieën gewoon maken? Dat ze gewoon niet meedoet? Ja, ze is toch een lettergroep. Ja, ze doet toch niks. Nee. Dus dan kunnen we net goed met z'n drieën doen. Nee, kijk, ik ga het even 1 keer helder nog verwoorden. Want jullie hebben gekozen voor haar. Ja, maar wij wisten toch niet van tevoren dat ze niet... Maar dan toch moet je ze met z'n vieren oplossen. Ja, zelf oplossen. Dat gaat dus niet, want ze heeft zichzelf ook uit onze groepsapp gevonden. Ja, dat staat echt nergens op. Ze heeft gewoon zelf gewoon gedaan dat ze in 1 keer niet... En ik heb aan haar wat gevraagd... Wat is er dan precies? Ja, en zij is daar uitgegaan. Zelf uitgegaan. Zelf. Ik heb aan haar gevraagd vandaag van ja, waarom ben je daar uitgegaan? En ze zegt, ik ben daar niet uitgegaan. Ze is zelf uitgegaan. Ja, nou, weet je wat we doen? Maxime. Haal even maar liefde bij, want het zit wat dieper dan ik dacht. Met WhatsApp en weet ik het allemaal. Ik haal er even op. Gaan we toch even. Het valt niet met haar te praten. Maar dat zullen we dan wel zien. Dat is dan gewoon wat we meemaken. Jij bent echt een pikkouwer, trut! Hey, zeg het één goed aanleggen! Wij waren gewoon uitgeflikkerd! Doe even rustig. Jij bent echt rustig aan! Hey, rustig aan! Hey, Shannon! Hé, hey, ho, wat is dit, joh? Nou... Maar zie je? Dit is... Het bewijs van wat wij zeggen. Ja. Dit is... Ik ga achter Madelief aan. Dit is het meer. Klaar. Ja. Even de schriften opruimen en even... Even terugleggen. Ik weet... Ja, het slaat helemaal nergens.
Nou, ze is echt gestoord, ik sfeer het. Kijk, en dan weet je wat het is? Nu gaat ze zielig lopen doen, nou daar. Terwijl zij het probleem is. Maar hoe overdreven ook die weg. Gewoon, en je me even gewoon gelijk gaan gooien. Oh mijn god, ik ben blij dat het maar schriften waren en niet. Ik loop hier zo de gang op, staat ze daar gewoon. Echt, ze is psycho in haar hoofd hoor. Dit is, waar zijn die schriften? Dit is dus, ik loop achter, dit, ja, dit kan niet. Je dit is nou precies wat er aan... Ja, dat Madelief, ik is niet meer aanspreekbaar. Maar het is nee, dat is nee. De hele tijd al niet. Ja, maar jullie geven de hele tijd de schuld aan Madelief en is gewoon... Dat... Nou, je hebt gezien hoe ze zich gedroeg. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat er iets anders aan de hand is. Kijk, als zij uit de WhatsApp-groep wordt gezet... Maar nee, we hebben haar niet uit de WhatsApp-groep gezet. Ja. Ze is nou, zelf uitgegaan. Ze gaat zelf allemaal roddels over ons lopen verspreiden via Facebook, via Insta, weet ik het allemaal. Ze is zelf uit die WhatsApp-groep gegaan en nu wil ze mij de schuld gaan geven en nee, we zijn bij de boeren. Ik denk dat de oplossing heel simpel is. Nodig haar gewoon weer uit voor die WhatsApp-groep. Ja, nee, dan gaat ze niet. Nog steeds niks dat doen. Dat is gewoon een oplossing. Nee. Zij maar, laat zien wat wij zeggen, toch? Oplossing is, nodig haar uit voor de WhatsApp-groep. Ik vraag het aan Maxime. Nee. Romee. Nou, echt niet. Shannon. Ja, dan weer schriften naar me over krijgen. Dan weet ik het niet. Nee. Dan ga ik erover nadenken. Klaar. Dismissed. Gewoon een simpele oplossing en als je die niet mee wil helpen, dan... Wij willen niet mee. Ze het ook weer uit. Dus denk ik, ja. Ze doen het allemaal zelf, maar het is altijd. Ik haat haar. Heb jij ook wel eens in een groepje gezeten wat niet helemaal lekker ging? Laat het me weten. Like deze video, word abonnee, Facebook, Instagram. En dan zeg ik gegroet, gij allen en tot de volgende week. Groetjes, hoi.